De realiteit van vanavond laat zien, zoals we al aan het begin van het programma op ESPN 3 konden laten zien, dat het tussen de nummers 10 en 8 gaat, maar dat er tussen 11 punten gapen. En dan kan natuurlijk Edwin de Graaf zeggen wat hij wil, elke wedstrijd is belangrijk, maar dit is wel eentje, ja, juist omdat het twee plekken zijn zo dicht bij elkaar, maar de afstand ertussen zo groot, is er voor NAC natuurlijk veel meer te winnen dan alleen maar deze wedstrijd. En Jurgen Streppel had gelijk. NAC zal vandaag gaan spelen in een 3-5-2 formatie met maar liefst 5 aanvallend georiënteerde spelers. Dus Zeuntjes terug op 10. En dan hebben we natuurlijk Hilterman en Bannes. En de spitsen Velanas is een toch wel een echte linksbuiten. En Kai de Roy is datzelfde, maar dan aan de rechterkant. Precies als Cantino klaar is om te fluiten, gaat het keihard regenen in Breda. En is de wedstrijd los, is hier de Roy. Zeuntjes. Goed meegelopen en verdedigd door Jensen, de Finn. En hier dus Charity Hilterman met de omgekeerde 9 op zijn rug. Nummer 6. Mocht hij scoren, dan zou hij een handstand maken, heeft hij de collega's van NAC TV beloofd. Gaat het nou hagelen? Daar lijkt het op. Zo klinkt het wel. Zo klinkt het. Oei, oei, oei. Winterse omstandigheden voor Pluk hier. En een redding van Olij die nodig was, zeg. Met de inzet van Sian Immers. En kijk die hagel van zijn schouders afspatten. Dit was een goede gelegenheid voor Roda. En dan druk ik mij voorzichtig uit om direct te scoren in de tweede minuut. Ja, dit kan dus weer. Met je vermoedelijk opa en oma lekker naar NAC, naar het voetbal. Oh, Olij. Die is het ook niet meer gewend dat er publiek achter zijn doel zit. Dat zich laat horen. Goed te zien dat Roda-spelers heel snel proberen druk te zetten op met de bal aangespeelde nakkers. Kijk hoe ze hem opjagen bij Lanas. Hier is dan Zeuntjes. Zet toch een beetje een soort van blok Zeuntjes. Probeert het maar. Schot geblokt, gekraakt. NAC nog wel in de aanval. Malone. Laag. Bijna Hilterman. Joppe bleef cool, maar dat is ook niet zo moeilijk onder deze omstandigheden. Oei. Wat deed Daryl Werker daar? Het loopt goed af voor Roda. Ga maar door. Zegt Cantino dan ineens. Dan komt er dus een kans voor Bannes. Die versnikt zich in de bal. Maar dan is hier altijd nog Hilterman die het ook niet afmaakt. Even wat leven in de wedstrijd. En op de tribune. Geel voor Kai de Roy, die was daar al voor gewaarschuwd. Een optelsom, zoals ze dat dan noemen. Let op, Bannes versnikt zich in de bal. En dan is Hilterman daar. Klaassen kan zich voor die bal gooien, als het ware, als een keeper. En dit is de overtreding van Kai de Roy, die hem geel oplevert. Bannes probeert een te blokken. Dat lukt niet. Zeuntjes lukt dat wel. Opent het voor Velanas, waar Joppe nu rechtsback is gaan lopen. Een Werker in het centrum. Maar hij is hem kwijt. Odysseus Velanas. De Boer en de Roy. Die naast mikt. 21ste minuut. Mooie opening. En Velanas is dan Joppe kwijt. Kijk, Bannes helemaal vrij staan, maar Velanas doet het zelf. Nu de Roy helemaal vrij staat en die mikt hopeloos naast. Dit had 1-0 moeten zijn.
Hoekstra en Vlucke. Kleine ruimte, dus maar weg Jensen. Van den Berg. Goed gegeven aan Vente. Daar komt Vlucke, maar Vente doet het zelf. Olij. Oh, Adine Hoe, zomaar aan Vente. En dan ontsnapt Nak hier aan een rampzalige bal van Adine Hoe. Hier Vente, mooi aangespeeld door Van den Berg. Goede redding Olij. En dan doet Adine Hoe dit. Heeft natuurlijk geen ogen in zijn rug, maar kon wel weten dat hij daar stond, toch? Vente met dus twee kansen voor de prijs van één. Allebei niet benut. Remmers. Juari. Vente. Joppe. Van den Berg. Juari, jongen. Dit is de bal wel heel makkelijk weggeven. Het is 4 tegen 3. Het is 4 tegen 3 en dan wordt er achterpannis gegeven door Seuntjes. Kan ons ook nog eens een keer glijden. De Roy. Ja, zo breien we wel een poosje door. Dit had NAC echt beter uit moeten spelen. Hassan. Joppe. Van den Berg. Van den Berg is het door. Komt er dan weer eens een kans voor Roda? Jazeker, want hier is Vente. Olij weer. In tweede instantie wel. Ja, makkelijk er tussendoor voor de Roy. Emmers. Vente. En de overtreding. Dat zal een gele kaart opleveren. Voor Agogiel. Nee, snel genomen. En dus 2 tegen 2 hier. Roda doet dat slim. Het mag ook van Cantino. Maar uiteindelijk rommelt ze zich dan weer. In de nesten is hier Bannis aan de andere kant. Het stuitert alle kanten op nu in die tweede helft. En daar is de goal. Niet door de meegekomen Luchtbach, maar door Jeremy Hilterman. Die wordt nu vastgehouden, maar hij heeft beloofd dat hij een handstand ging maken. Zodat zijn nummer 6... een 9 wordt. Zou hij dat nog weten? Jeremy Hilterman. Het is plechtig beloofd. En wat gaat hij doen? Hij gaat iets doen. Ja, de handstand. Voor de nummer 6 die graag de nummer 9 wil zijn. Het is 1-0 voor NAC. Wat een debuut voor Jeremy Hilterman. Handig. Alleen Van den Berg voor handen. Emmers gaat zelf. En dan tweede lijn. Oh, wat een doelpunt! Van Dylan Vente. Het is gelijk 1-1. Een schitterend uitgevoerde counter. Binnengerost door Dylan Vente. Lekker voor de spits van Roda. Lekker voor de wedstrijd. Ushuari. Vlucke in één keer. Vlucke in één keer. Oh, wat scheelt het. Knap genomen hoor. Van Patrick Vlucke. Vrijheid hier voor Bannis. Geen kaats. Geen goeie althans. De Roy. Bannis en Hilterman staan weer te wachten. Seuntjes. Zo. Een poortje van Seuntjes en hoe? De Roy, Seuntjes. Als dit goed afloopt voor NAC, nou. Wat een actie van Ralf Seuntjes. De Graaf weet, een puntje is eigenlijk niet genoeg in de jacht op een play-off plaats. Bannis, uit evenwicht geduwd. Maar dat mag wel. Ushuari.
Absalem. Handig, slim. En daar is Amissi met zijn kans. Maar hij mist volledig de bal. Emmers nog eens. Ja, nu komt Amissi niet in de bal. Joppe wel. Houdt hem, jongleert hem eigenlijk tot de achterlijn en haalt er een hoekschop uit. Het is Puntlich en Kroetlich hoe de hoekschop is neergelegd. Dat weet u genoeg. Fluke. Olij twijfelt en dan kopt hij hem gewoon binnen. Is het Terrel Werker? 2-1 Roda, dat in de tweede helft bijna geen kans creëert. Nak, des te meer. En dan is hier bij de hoekschop, bij de tweede paal. Prachtig gekopt door deze Terrel Werker. De 1-2. Wat een domper voor Nak. Seuntjes. Weer Velanas met ruimte. Zoekt zijn tegenstander op. Joppe. Velanas. Oh, wat een goal! Van Odysseus. Velanas. Ineens lukt het dan. Naar binnen. Gelijk schieten. Verre hoek zoeken. Ja, het is fenomenaal. 1 punt is te weinig voor NAC om die aansluiting met de na-competitie plaatsen te bewerkstelligen. 2-2 is ook niet wat Roda had gehoopt in die flow waarin de ploeg van Streppel zich inmiddels bevindt.